Bewoners van de drie seniorenflats aan de Carnotstraat in Nijmegen krijgen een deel van hun huur terug. Ze konden namelijk wekenlang geen gebruik maken van de lift omdat die na een blikseminslag kapot was. De reparatie liet erg lang op zich wachten. Er werden tijdelijk stoeltjesliften geregeld, maar die gingen erg langzaam, waardoor bewoners van de bovenste verdiepingen er erg lang over deden om beneden te komen. Verschillende bewoners kwamen daardoor niet of nauwelijks hun flat uit.